Het historisch archief Westland in Naaldwijk ruimt op. De archieven verhuizen binnenkort naar het nieuwe gemeentehuis aan de overkant van de straat. Maar daar is minder opbergruimte. En dus gaat zaterdag een groot aantal boeken in de verkoop, voor spotprijzen. Maar waar liggen die voorraden eigenlijk? Kijk, dit is de plek waar wij onze voorraden kwijt kunnen. Onze tekeningen die we nog moeten uitzoeken. Dozen met voorraden van boeken die we willen verkopen. Lekker veel ruimte. En hoewel we erop vooruit gaan in het nieuwe gemeentehuis, kunnen we al dit soort spullen in het nieuwe gemeentehuis niet meer kwijt. En dat is de reden waarom we zaterdag grote opruiming gaan houden. We hebben heel veel boeken die we uit legaten, nalatenschappen, maar ook dubbele en driedubbele boeken uit de bibliotheek hebben gehaald. Allemaal boeken waar we vanaf willen. En die worden tegen absolute spotprijzen verkocht aankomende zaterdag. Het zijn romans, aardrijkskunde, geschiedenis, geografie. Je kan het zo gek niet verzinnen. 1500 boeken die we in de verkoop gaan doen. En daarnaast verkopen we ook een aantal nieuwe boeken. Nieuwe publicaties zoals Westland vanuit de lucht, Herinneringen achter glas. Boeken die we voor bedragen als 4 en 5 euro van de hand gaan doen. De boekenmarkt begint zaterdag om 10 uur in de hal van het gemeentehuis en duurt tot 4 uur. Het is niet zo dat de medewerkers van het archief de opbrengst gebruiken voor een lekker etentje na afloop. De opbrengst van de boekenmarkt wordt in een potje gestopt en dat wordt aangewend voor het geval er een keer een mooie schilderij wordt aangeboden. Bijvoorbeeld een schilderij wat bij het Van Duhuis in Den Haag werd aangeboden. Een schilderij van Moret van de haven en de kerk in Naaldwijk. En de aanschaf daarvan bestrijden we uit de opbrengst van de boekenmarkt.